De brandweer hield onlangs in Schiedam een broodje brandweer. Dat is een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid. Hierin wordt gewezen op de gevaren van brand en hoe je brand kunt voorkomen. Ik ben René van Elten. Ik woon in Dordrecht. En ik ben een lid van club. En ik ken Rob heel erg goed. En ik ga graag met hem op pad. Brandweer vind ik gewoon ten aanzien van veiligheid vind ik heel erg belangrijk. Je leert gewoon altijd dingen waar je zo 1, 2, 3 niet bij stilstaat. Wat heeft u dan vandaag zo al geleerd? Nou, gewoon een stukje preventieve veiligheid. Een stukje bewustwording van wat er met een brand kan gebeuren. Of in andere situaties. Dat wordt heel goed uitgelegd. En dan sta je gewoon heel vaak als individu of als persoon sta je er gewoon helemaal niet bij stil. Het meest interessante. Toch zeg maar, gewoon gemiddeld met een woonkamer. Hè? Een brand die veroorzaakt wordt door kortsluiting of door een klein vuurtje of een sigaret wat dan ook. En dat je gewoon niet beseft wat voor gevolgen dat heeft. En dat je dan denkt van nou, ik kan nogal blussen wat dan ook. En je ziet dat gewoon in een filmpje zie je gewoon dat heel snel gaat. En dat je eigenlijk binnen 3 minuten moet je gewoon wegwezen. Want dan staat gewoon heel je woonkamer licht te laaien. Aankomst, rond 12 uur aankomst, ontvangst, lunch, gewoon superleuk en lekker. Nou, daarna gewoon een uitleg, introductie van filmpje en dergelijke. Nou, en daarna ben je gewoon door heel de kazerne zijn we door geweest. En we hebben gewoon verschillende situaties geschetst. Ook op naar aanleiding van vragen van mensen, van de medeclubbers. En dat je daar gewoon heel goed over geïnformeerd wordt. Gewoon in zo'n situatie doen we dit, in zo'n situatie doen we dat. Ook gewoon monitoren, als de meldingen binnenkomen, dat ze dat kunnen volgen. Of ze wel opgeroepen worden, of ze niet opgeroepen worden. Dat is gewoon geweldig, dat is gewoon heel mooi om te zien. Dat je daar gewoon een stukje inzicht in krijgt, dat wat de brandweer dan ook doet. Ik ben 24 uur diensten. We werken hier met 3 ploegen, zoals ik net al vertelde. Ik ben vanmorgen om 8 uur begonnen en morgenochtend om 8 uur ga ik hier naar huis. Natuurlijk wel iets wat brandspecifiek is. Hè. Zodoende proberen ze op de jonge leeftijd eigenlijk al bewust te maken van gevaren van brand en rook. En de een en ander die komt kruipend over de grond zo van waar ben ik eigenlijk naar buiten toe? Zwarte vlek op de tafel zit. Precies de grootte van deze. Ja. Ja, ik ben Bart Soeterman en ik ben werkzaam bij de brandweer Rotterdam. Ik heb vandaag een rondleiding gegeven aan een paar mensen bij een broodje brandweer en een uitleg gegeven over de kazerne. Dit is voor mij de eerste keer dat ik hem in deze setting doe. En zijn er vaker van dit soort activiteiten hier te doen? We hebben wel wat open dagen, inderdaad broodje brandweer, maar we hebben ook scholen die langskomen en kinderfeestjes. Er is heel veel te vertellen. Het werk wat wij doen als brandweerman, dat het meer is dan alleen de branden blussen, zeg maar. En daarbij de passie die er komt kijken en de verschillende dingen die wij doen eigenlijk. Wat ik leuk om te laten zien is de wagen, de spullen die we hebben en met het materiaal waar we mee werken en de manier waarop we ermee werken. Het huis van 1 en 2 is gemaakt voor kinderen vanaf de basisschool die naar de brandweerkazerne toe komen om ze kennis te geven en inzicht te geven over de gevaren in huis, maar die te maken hebben met brand. Het uitdagende aan het brandweer is dat het geen enkele dag hetzelfde is. Dus de ene dag ben ik een brand aan het blussen, de andere ben ik iemand uit een auto aan het halen die onder water gereden is. Het is de kat in de boom, het is de gaslekkage, het is alles bij elkaar die het werk zo uitdagend en zo leuk maakt.